Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. We hebben een fucking flamethrower? What the fuck moeten we nou weer met een flamethrower? Dus ik moet een wyvern, moet ik Nocky slaan om hem uiteindelijk te melken? Ben je gek? Ik weet niet of ik hier klaar voor ben. Ik weet niet of ik klaar ben om een kind te hebben. Staat hier nou weer buiten de muur? Ja, save it, dude. Ja, maar hij is level 16, not worth it. Dus ik haal hem even neer. Oh, oké, jou de eer dan. Wederom met Casey, haal hem even neer. Met Casey, oké. Wil je nog even een knopcursus voor Casey? Ja. Linker muisknop is gewoon bijten. Rechter muisknop is de special attack. Probeer maar eens. Ja, het is lightning, dus dat weet ik al. Yes, C. Als je in de lucht hangt en C klikt, dan pak je iets op. En als je op de grond staat en je klikt op C, dan doe je zo'n... ga je met je vleugeltjes heen en weer, zodat je iets wegstoot. Een beetje onzin, maar die... Hey, ik heb opeens thatch en hout. Oh ja, dat verzamel je dus. Oké, cool. Ja. Tering, wat heeft hij veel vlees. Ja, en hij kan ook zoveel dragen. No. Ja, echt. Ja, ik heb zo'n weight superveel geüpgraded, zodat je, als je iets wil verzamelen, ga je gewoon op het beestje zitten en dan... Ja, dit is hetgene wat we nodig hadden, Aram. Dit hadden we echt nodig. Ik had het ook al gezegd, van dit maakt het verschil. Ja, oké, de special attack. Waar is dat beest? Hij staat hier nog steeds. Zo, die gaat er even teringhard langs. Ja. Het is lastig mikken. Je racht er volledig over. Echt compleet naast. Ik denk, nou, die heb ik wel. Nee hoor. Pak hem andersom. Dat is ook wel grappig gewoon. Oké, dat was met C. Ja, C, ja. Hop. Yeah! Heb ik hem? Hey! Even vanuit de hoogte laten vallen. Ja, maar hij gaat niet dood. Dan moet je hem echt tering hoog laten droppen, ja. Oké, daar gaan we. Hey, drop hem op mij dan. Dan haal ik hem neer. Oké, ik zit nu boven het huisje. Ik zie het huisje niet meer. Oké, drop maar gewoon. Komt-ie. Oh mijn god! Wat is hij? Ja, ik zie hem nog! Ah, hij valt! Ik zie iets! Komt-ie! One shot! Oh, ik mis hem! Plop! Hij sterft geen eens, wat een onzin! Hij leeft gewoon nog. En hij pakt onze steen op. Zit! Ouwe, moet hem neerhalen. Ja, als het goed is, gaat de rest hem aanvallen. Hij verneukt mijn armen gewoon in één keer, hè! Nare hondje! Jezus! Toen onzin gelijk. Oh, je hebt hem wel. Oké, ik zet Casey weer even op zijn plek nadat ik even één beampie weer doe. Beam! Oké, ja. Dat meampie ook weer gehad. Oké, leuk. Leuk hoor. Hey, heb jij trouwens die drie... Ik ben er echt mee aan het experimenteren, want weet je waar ik achter ben gekomen? Nou. Onze Winterbine, ik zag hem echt letterlijk nooit draaien en ik zit nogal vaak in de server op zich. Het was blijkbaar een fout, omdat we iets eromheen gingen bouwen, waardoor hij dus niet meer ging draaien, denk ik. Oh, dat zou kunnen. Want volgens mij draait een Winterbine echt letterlijk altijd. Behalve als je 0% wind hebt, volgens mij. Maar doet hij het maar gewoon 40% van de tijd. Dus hij draait wel, maar hij doet het zeg maar echt 40% van de tijd. Dus ik wilde even een beetje experimenteren. Dat klopt. Zat, maar hij werkt nog steeds niet, ouwe, dus ik weet het echt niet. Ik zie hem draaien, wat dat betreft. Ze draaien nu wel, ja, maar... Er zitten geen kabeltjes aan verbonden. Ja, dat, nee, maar dat ik heb er, je kan het testen om een kabeltje erin te doen. Ik weet niet, wacht. Moet je even vlieger maar eens even heen met onze scheeton of zo, dan kan je het even zien. Als de kabels geel zijn gekleurd, dan staat hij aan. Maar, ja, klopt, ja. Zij staat volgens mij niet aan nu, of wel? Nee, ze staan niet aan. Nee, dat is wel super raar. Dus ja, dat is waarschijnlijk een gefaald experiment, maar... Eens even kijken. Maar je hebt hem wel gewoon aangezet, of? Ja. Oh ja. Ja, dat is super raar. Ik heb ook even bij Joost en Rudy gecheckt, maar die gasten die zitten echt net op het randje van 100%. Dus ze hebben gewoon lekker 100%. Die 100. Serieus? En dan hier is alweer 40? Hier is 40, ja. Jemig. Maar heb je die kabel er wel goed ingestopt? Ja, het ligt niet aan de kabel. Sowieso, als je zonder kabel hoort hij al licht te geven, die Winterbine. Dat is zo'n ding daaronder. Dat hoort licht te geven. En dat geeft hij sowieso al niet. Dus... Ik weet niet wat het is, maar dat ga ik nog even keer onderzoeken. Anders dan, Ja, en wat betreft die power generator, ik weet hoe ik dat moet bekabelen, dus dat doe ik dan. Ja, weet je wat het is? Volgens mij is een power generator is letterlijk hetzelfde als een Winterbine. Alleen dan is het gewoon met gasoline, volgens mij. Ja, klopt. Ja, dus in principe als dit niet werkt, kunnen we dat gewoon doen. Dat is ook niet duur, want ik bedoel, hoeveel fucking veel olie hebben we? Hey, wat is dit? Wat is wat? Je hebt zo'n vies joch heb je getamed. Vies joch, ja! Zo'n joch wat vliegt. Inderdaad. Ja, ja, ja.
Hij is wel lachen hoor, leuk beestje. Maar springt hij ook echt zo ver? Nou, ik weet niet, moet je echt proberen, maar ik heb echt één keer een stukje op gereden, maar ik kan het proberen. Ik ga het proberen. Even binnen het hekkie, even kijken of het kan. Spring! Hij kan geen eens springen. Nee, waarschijnlijk is het ook echt keihard gebukt hoor. Want ik zag toevallig ook je aflevering. Nee, het kan wel! Het kan wel! Hoezo? Het is rechter muisklik. Moet je kijken. Meh! Waar ga ik heen? Oké, ik kom terug. Meh! Geweldig. Jezus, wat een achterlijk beest. Ja, echt. Het slaat ook echt helemaal nergens op gewoon. Daar kan je echt iemand goed mee verrassen. Oké, jij had een plan. Ik heb een pittengoed plan, want we hebben op het moment een cannon op onze grote hond. En onze grote hond is echt level 134 met superveel weight, superveel stamina en zijn movement speed is ook op zich wel lekker. Ja. Dus ik was van plan vandaag een stone golem of een rock elemental te tamen. Dat is wel lekker. Het dier der dieren. Het dier der dieren. Ja, ik ben heel benieuwd. En waarom mensen zeiden van, joh, die Wyvern is beter, maar die is echt niet beter. Dat beest kan alleen vliegen en is praktisch weer in principe, maar die ander is echt sterk, hoor. Die heeft echt 7k health of zo. Ja, maar het is ook gewoon leuk om te hebben. Ja, sowieso. Dus, oké, wat moeten we daarvan doen? Want jij hebt al die voorbereidingen daarvoor gedaan. Precies, ja. Ik heb 2 rocket launchers met 9 bullets. Ik heb... Jezus. Yes, dat is wel lekker. Ik heb allemaal cannonballs in de smithy. Oh, jezus. Daar hebben we in principe ook genoeg aan. En, misschien kunnen we nog een paar erbij maken. En dan zijn we echt wel ready, denk ik. Want hij is op zich wel hoog level. Dus ik denk wel dat we flink nodig hebben. Je hebt er al één gevonden. Ja, hierboven de berg zit altijd eentje. Die ligt heel dicht bij onze base. Ah, oké. Oké, cool. Dan ga ik even op YouTube nog even wat filmpjes kijken. Want ik weet niet precies hoe ze dat allemaal doen. Want het is echt wel echt pittig hoor, om te doen. Kijk want, mijn filmpjes. Zal ik doen, morgen. Morgen. Dan kan ik ondertussen even me bezighouden met de praktische dingetjes. Dan haal ik even de grote troep uit deze inventaris van dit beest. Want we zullen wel wat overzichtelijkers nodig moeten hebben. Om even dat ene Stone Golempie te kunnen aanvallen. Dus even kijken, waar hadden we... Oh ja, Mortar en Pestel, daar hadden we vast die in Narcoberries voor nodig. En ik zag hier ook nog wat Rotten Flesh. Hebben we niet nog meer Rotten Flesh dan dit? Blijkbaar niet. Oké. Zoveel vlees hebben we dan niet. Of dat zit in de inventaris van die beesten. Kunnen we gewoon nog even voor de leukigheid nog even wat extra narcotics maken. Want misschien dat die Stone Golem ook getriggerd wordt door... What the fuck is dat nou weer? Zag je dat? Dat ene draakie bij de buren te gluren. Lekker gluren bij de buren. Een Torangsu. Torangsu, wat is dat dan weer voor term? Level 200 T-Rex. Hans, level 209. Ah, get fucked. Voor de rest kan ik het niet zien. Dan moet ik even gluren vanaf een andere positie. We nemen Casey even mee. Lekkere timelapses met Casey gaan creëren. Kijk, en dan kan je gewoon vanaf hier. Kan je gewoon even lekker parkeer je hem zo even. Is er hier iets? Geen stenen golem die me gaat aanvallen of zo? Mooi. Even gluren bij de buren. Die water, die een thorny dragon. Een I. Of nee, een E. Wat hebben ze nog meer? Nog een thorny dragon met een gek dakkie erop. Ik zie helemaal niet zoveel. Ze hebben daar nog een Carno en dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja, het zijn wel mannen met hoge levels, maar dat is het zo'n beetje. Nou, aangezien Harm toch nog bezig is met die voorbereiding, kan ik op zich wel een beetje aan de kabeltjes gaan werken. Want dit is een compleet drama. Dit moet anders. Dus ik ga even proberen om dit allemaal eventjes aan te passen. Wat? Vanaf hier is het al prima? Really? Oké, dus stel ik zou hem hier al die generator op aansluiten. Bij wijze van dan zou het al werken, maar... Die tutorial die mij is aangeleerd, moest ik werken vanuit de power generator hier. En dan komt hij wel een beetje midden in de kamer. Maar volgens mij kan ik hem dan leiden zo via deze muur. Als ik het goed in mijn hoofd heb. Dus al deze onzin die kan inmiddels wel weg. Of waarschijnlijk kan ik hier zelfs ook een power outlet aan doen. En dan zou die waarschijnlijk ook dat kunnen poweren. En dan kan ik daar die outlet weghalen. Waardoor dit domme lijntje zo midden door deze kamer gewoon weggaat. Maar ik heb nog... Vast wel ergens een outlet. Ik weet alleen even niet waar.
Moet ik er hier nog één? Ja, kijk. Dus stel, ik zou hier een outlet aanzetten. Ja. Oké, dan werkt dat. Maar, dan heb ik het uiteindelijk alsnog verkeerd aangepakt, want ik laat het die kabel nog steeds niet vanuit de generator lopen. Oké, de test. Dit is gewoon een virtuele kabel om gewoon even te kijken of hij überhaupt aanstaat. Dan kunnen we nog één aan de onderkant kwakken. Kijk, dat zie je bij deze. Maar kan ik dat niet uiteindelijk ook schuin doen? Alleen dan inderdaad richting de kant van de muur. Zo. Steekt hij dan een beetje uit of niet? Volgens mij zit hij letterlijk in de muur. Kijk, dat is mooi. Dat is heel mooi. Kijk, en dan zie je, en dan kan ik hier bijvoorbeeld een outlet aan doen. Kijk, en is hij verbonden. Fuck deze hele stroomgebeuren aan deze kant. Ook al was die ook wel mooi verwerkt hoor, dat moet ik ook wel zeggen. Godverdomme. Moet ik weer een nieuw trappetje maken. Echt, hoe vaak die trap? Godverdomme! Sorry, er ging iets fout. Ja, hoe moet ik nu naar boven dan? Daar ben ik al mee bezig. Ja, ik heb hem vrijwel verbonden aan de generator, dus we kunnen hem aanzetten. Ah, kijk, dan worden kabeltjes geel. Ja. En als het goed is, zou dan ook... Ja hoor, de refrigerator is gewoon powered. Yes! We kunnen eindelijk bier bewaren, Don. Goed gedaan. We hebben geen eens een biermachine. Oh, kut. Oké, Don, ik heb in de fabricator heb ik voor jou ook even een rocket launcher met 5 grenades. Rocket grenades. Oké, ik kom eraan om het even te vastgrijpen. Reload hem alvast, misschien wel handig, want kunnen zo in tijdnood zitten en snel moeten handelen. Oké, hoe gaat het? Wat is precies het plan de campagne? We zitten allebei erop, dan vuur je het kanon en dan met een raket gaan schieten of zo? Yes, zoals je ziet, kijk, dit hele base zit echt bomvol met zilver en fucking veel ammo. Ja, en dat zilver is voor? Dat zilver is dus voor de team. Oh ja, oké. Als hij dus down is, moet hij iets hebben om te voeren. En volgens mij, ik weet niet, want hij eet steen volgens mij. Maar je kan hem volgens mij niet met steen, daar kan je hem volgens mij niet mee temen. Dus daar heb je zilver of kibbel voor nodig, mantis kibbel. Yeah. Nou zijn wij totaal niet van het kibbel, tenminste ik niet. Ik heb daar echt geen verstand van. Van die kut eieren. Dus ik heb gewoon dat even verzameld. En we gaan pillars om hem heen bouwen. Oké. Zodat hij niet naar ons toe kan. Mocht hij wel naar ons toe komen. Als hij ligt of... Ja. Als het goed is, als hij staat, kan hij er ook niet langs. Dus we moeten hem zo even inbouwen. Ja. En dan gaan we gewoon lekker op hem vuren. En ik weet niet hoeveel hij nodig heeft. Want die beesten kunnen echt wat incasseren hoor. Dus, ze hebben flink wat HP. Ja, ze kunnen klappen vangen hoor. Dus dan moeten we even... Ja, ik denk sowieso dat de cannon in principe al voldoende zal zijn. En mocht dat niet voldoende zijn, hebben we dus dan de rocket launcher. Oké. En mocht hij vastzitten, ja, dan hebben we de grote hond niet eens nodig. Maar hij is alleen voor ondersteuning. Mocht het compleet misgaan. Nou, het is wel even spannend hoor, want... Ja, dit is een groot momentje, Harm. Dit is gewoon een moment waar ik al zo lang naartoe leef, man. Ja, jij hebt hier echt al zo lang naar opgebouwd. Echt. Klopt. En ik elke keer met die kabels van die elektriciteit zitten kutten. kabels dit dat. Jij, stone golem dit dat. Hij ligt hier ergens, dus ik weet niet of je hem ziet. Het is allemaal van die nare stenen, dit. Eens even kijken, ik pak wel even mijn spyglass erbij. Dat hem niet? Voor die boom, volgens mij is dat hem of niet? Voor die boom. Ik weet niet. Ja, dat is hem. Ja. Oké. Yes, dan moet je hem eigenlijk omkeren. Oh, yes. Jezus, we worden aangevallen door een... Ik zie het. Door een fucking rat. Oké, dan moet er uiteindelijk dus straks, als hij hier tegenaan loopt... Pas op, dan... Ja, nee, maar ik trigger hem nog niet. Ik ben nog op groot genoeg afstand. Dan moet ik bijvoorbeeld hierachter gaan bouwen of zo. I don't know, geen idee. Ik denk gewoon als we dit zo hebben staan en hier blijven staan, dat hij er niet omheen gaat. Dat denk ik. Zo, ik denk dat het kanon inmiddels ook wel weer goed staat. Top. En dan moeten we eigenlijk gewoon door die pillars heen rennen. Oh. Ja, in principe wel, ja, klopt. En dan springen we op die grote hond en dan een beetje schieten. Alright! Ik denk dat we klaar zijn om te beginnen. Ja, prima. Zullen we hem gezamenlijk uit de tent lokken? Ik vind dit echt eng hoor, ik vind het echt eng. Of zal ik het gewoon doen? Ja, wacht, ik loop wel even mee. Ik heb nog wel even één vraagje, Don. Ja. Yeah. Je bent er dus klaar voor, weet je het zeker? Ja. Oké, nog één belangrijke vraag. Staan je opnames al aan? Sorry, die moest even gemaakt worden. Jezus! Nee. Ja, we doen het gewoon. Hey! Hey, kom eens uit je schulp. Ah, oh, daar is hij.
Je hebt hem ook gewoon gehit ook. Ja, ik heb hem geraakt. Oké, okay, laat hem komen. Oh shit, die steen. Ja, die stenen kan je in principe wel ontwijken, het is te doen. Laat hem lekker lopen. Oh, hij is zo veel. Hij loopt ook gewoon zo'n boom. Ja, waarom schieten we nu al niet van vast? Kijk hier. Oh ja, dat kan. Headshots doen trouwens veel meer. Oh, oh damn, ouwe. Jezus, pas op voor die steen. Raak op zijn head als het lukt. Dan krijgt hij meer torpor. Lekker, ouwe, lekker. Even reloaden. Hoppa. Ja, dat gaat wel lekker zo. Lekker, oh, oké. Okay. Door de paaltjes nu. Ah, ja, ja. Tering. Pas op voor die steen. Hij komt dichtbij, yes, Adam. Yes. Oké. Wat? Stenen vang het! Nee, hij raakte me! Oké. Nee, hij loopt er doorheen! Nee! Pak de hond! Nee, ouwe. Nee, hij heeft me geslagen. Oké, Don. Kan je hier komen? Ja, ik kom eraan. Jij begint met ja, de. Ja, je moet eerst uit die ride, anders kom ik er niet op. Kut. Oké, lopen. Oké, wacht. We moeten even op een goede afstand. Oh, hij is snel. Oké, ik wow, ga... my god, hij staat al in mijn nek. Oké, ik ga er nu op. Stap. Gewoon erop. Hup. Ik ben er. Schiet. Ah! Schiet. Nee, what the fuck? Jij stomme zak. Oh my god, hoezo? Ja, weet ik veel. Je schoot van te dichtbij. Oké, mijn lichaam ligt er nog wel. Oh my god, ik meen dit. Ja, ik ben aan het wegrennen. Ja, doe het maar. Oh my god. Dit meen het beest is wild. Hij is wild. Hij komt nog steeds achter me aan. Hij is echt furieus, hoor. Ja, dat snap ik. Hij is echt wild. Hij wordt goed geraakt, dus ik snap het wel. Oké, hij is weer een steentje geworden, geloof ik. Even. Oh, nee. Rust. Oh. Hij is gewoon hier een steen geworden. Ja? Ja. Ligt mijn zak nog achterop bij jou, of niet? Nee, die is eraf gegleden. Shit, weet je waar? Ja. Alleen dan loop ik langs die rock elemental, dus dat is niet zo handig. Klopt. Was het echt op de... Oh, ik zie hier al shit liggen. Oh, vet. Ik heb Ja, ik kan zeg maar wel gewoon een sprintje langs dat beest nemen. Ja, doe dat maar. Ja. En dan kan jij gewoon op hem blijven schieten, maar dan moet je wel mikken constant. Ben je er klaar voor deel 2? Yes. Oké, daar gaan we. Oké, hij gaat nu wakker worden. Trigger. Oh, lopen. Oké. Ja, ik mik voor je, zodat je kan... Kan ik vuren? Ja. Yes! Alright. Oké. Gewoon lopen, ik repair. Oh, damn. Dit zou weer goed moeten zijn. Pas op, hij gooit. Oh, jezus. Oké, dit moet goed zijn. Ken het. Oké, reload. En fire! Hoppakee, oké. Wat? Die was toch raak? Heel snel lopen! Ja, ik ben ermee bezig! Ja, oké. Ook even een paar kogeltjes, oké. Nice. Oké, ik moet even een bocht nemen. Ja, je doet het goed, hoor. Gaat goed. Oké. Come on! Yes, ik raak hem weer. Oké, mooi. Gaat goed. Hij weer geloot. Oké, hier moeten we even wachten. Hij heeft de steen bij zich, dus pas op. Oh ja, hij zit vast of niet nu? Nee. Wel? Oké, ja, ga terug. Hij attackt dat ding. Oké, ik ben ermee bezig. Je moet. Ja. Is het zo goed? Fire! Kabam! Ja. Heerlijk, oké, dit gaat goed. Oké, ik schiet vanaf hier mijn rocket launcher. Ja. Oh, steen! Oh, ja, pas op, oké. Oké, die was ook raak. Hoezo zit hij nu al vast? Oké, dit is top. Ik weet niet, schiet gewoon op hem. Ja. Gewoon mikken. Hoppakee, 2! Hoppa. Bam! Oh, ik dacht echt dat hij down was, maar hij pakt van de steen. Come on! Dit is mijn laatste rocket launcher. Jezus, wat is hij wild! Ik heb geen schoten meer. Hij is neer! Oh my god, hoezo? Okay. Wat? Hij is dood! Oh, wat? Hoezo kan hij dood zijn? Nee, is hij echt dood? Nee, ja, hij is dood. Hij is dood toch? Jezus! Hoezo?